Bank en beurs is uiteraard zeer belangrijk voor iedereen die later in de bedrijfswereld gaat werken, want om het even in welke functie dat je komt, als je een investering wil gaan doen, wel vaak ga je een beroep moeten gaan doen op financiering. Dus het is zeer belangrijk als mensen die in het bedrijf werken om te gaan weten wat de belangrijkste financieringsmogelijkheden zijn. En daarnaast natuurlijk ook als particulier is het belangrijk om te weten als je bijvoorbeeld een portefeuille gaat samenstellen, hoe kan ik een portefeuille samenstellen, welke financiële instrumenten zijn er en wat is het gevolg of als gevolg daarvan voor het risico dat ik neem en op welke termijn moet ik zo'n investering gaan bekijken eigenlijk. Een ander voorbeeld van een bedrijf dat daar gebruik van gemaakt heeft is Absentminded. Dus ook om de groepen die ze in hun label hebben, dus Absentminded en bijvoorbeeld Sioen, die jullie waarschijnlijk bekend zijn, hebben dus financiering gekregen om ook die internationale expansie te gaan ondersteunen. Dus met Cultuurinvesten heeft men in eerste instantie een vehikel om bedrijven in de culturele sector, en cultuur moet dan echt wel heel ruim bekeken worden. Het gaat dus, zoals je ziet, om muziek, maar het gaat ook bijvoorbeeld om modeontwerpers die zich internationaal willen gaan manifesteren. Ook die, dus het gaat om culturele activiteiten die zich internationaal willen gaan ontwikkelen, die willen groeien en die dus best geld nodig hebben. De overheid gaat daarnaast ook nog de investering in de filmsector stimuleren door bijvoorbeeld de tax shelter. Wat wil dat zeggen? Wel, om films of filmproducties hier in Vlaanderen meer mogelijkheden te geven, gaan we bijvoorbeeld bedrijven de kans geven om hun investering fiscaal extra interessant te maken. Dus bedrijven kunnen tot 150% van hun investering fiscaal recupereren. Dus ze kunnen 150% van hun investering in mindering brengen van een belastbaar inkomen, wat het uiteraard voor bedrijven juist interessant gaat maken om in die filmsector te gaan investeren. Dus ook dat is een manier om vers geld naar de culturele sector te brengen. En dus vooral in dit geval de bedrijfswereld te stimuleren om in die filmsector te investeren. Daarnaast heeft men ook nog een aantal andere fondsen die men opgericht heeft, bijvoorbeeld het Fonds Vlaanderen Internationaal. Het woord zegt het eigenlijk zelf dat Fonds Vlaanderen Internationaal wil vooral internationale investeringen gaan stimuleren. Dus het is vooral voor bedrijven die internationaal willen gaan uitbreiden. Ook hier zijn er financieringsmodaliteiten uiteenlopend, dus je kunt kiezen tussen ofwel aandelenkapitaal ofwel opnieuw achtergestelde lening, eventueel converteerbaar. Wat wil dat zeggen, een converteerbare lening? Heeft iemand daar een idee van?